De Heezerweg in Eindhoven. Een lange straat die praktisch vanaf het centrum eindigt in de Stratumse Heide. Een straat met veel winkels ook. Waaronder ook een avondwinkel waar mensen uit de buurt gewoon elke dag tot na 's avonds 12 uur boodschappen kunnen doen. Zelfs op oudjaarsavond was die winkel gewoon open. En precies op die avond stapte er een overvaller naar binnen. Het is 10 minuten voor 12. Er zijn geen klanten in de winkel. Dus de medewerker doet wat de meeste mensen doen op dat tijdstip, vuurwerk kijken. En dan gaat het mis. Ineens stapt er iemand naar binnen. En kijkt dan eens wat hij voor zijn gezicht heeft. Is het een sjaal? Is het wat anders? Als de dader even zijn pistool laat zien, beseft hij ineens dat dit echt fout is. De dader blijft maar rommelen aan de kassa. Zodra de medewerker de kans heeft, gaat hij er vandoor. Rent de winkel uit om hulp te halen. Het lijkt de overvaller niet veel uit te maken, hij gaat gewoon door. Na veel gesjor en getrek lukt het hem uiteindelijk om 2 afstortkluisjes los te frikken. Met de kluisjes op zijn arm loopt hij de winkel uit en weg is hij. Getuigen hebben hem na de overval zien lopen in de richting van het centrum. En nou was het heel druk en er waren veel mensen op de been, maar die keken voornamelijk naar het vuurwerk. Maar juist dan kan iemand die dat niet doet opvallen. En vooral als je loopt met 2 nachtkluisjes op je arm, een soort van dozen. En hij was gehaast, want hij was op de vlucht. Wie kan zich daar iets van herinneren? Kort voor de overval hebben getuigen in de Heezerweg 2 auto's gezien die opvallend in de buurt reden en een beetje bleven hangen. Een grote auto, een BMW of Mercedes, en een kleine zwarte Citroën met 3 personen. Hebben die iets met de overval te maken? Of helemaal niet? Hoe dan ook, laat het weten. Terwijl de meeste mensen iets anders te doen hebben op dat tijdstip, stapt deze overvaller om 10 voor 12 op Oudjaarsdag de avondwinkel aan de Heezerweg in Eindhoven in. Kijkt u goed naar de beelden. Heeft u een vermoeden wie dit kan zijn? Bel dan met de tiplijn op 0800 60 70. Anoniem kunt u tippen via 0800 7000. En ook deze zaak is te volgen op Facebook.